Hoe maken we onze wereld klimaatneutraal? Hoe beschermen we minderheidsrechten, het eigen land, maar ook als internationale gemeenschap? Hoe betrekken we jongeren bij de inrichting van onze steden? Hoe bepaalt Europa de algoritmes van Facebook en Google? En hoe onderhandelen we vrede in aanslepende etnische conflicten? Anders gezegd, hoe kunnen we de samenleving van morgen vormgeven? Dat is wat politieke wetenschappers bestuderen. En ook doen na afstuderen. Onze samenleving vormgeven. Lokaal, nationaal, dan wel internationaal. Als politieke wetenschapper maak je kennis met de samenleving in de brede zin van het woord. Je doorgrondt lokale, nationale en internationale besluitvorming. Je leert hoe je zelf beleid kunt ontwikkelen. Je ontdekt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en welke de mogelijkheden en beperkingen zijn van die keuzes. Dit doe je aan de hand van de belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals klimaat en duurzaamheid, handel en ontwikkeling, migratie en integratie, oorlog en vrede, diplomatie en onderhandeling. Je verdiept je dus niet alleen in de werking van politiek en bestuur, je wordt ook expert in de belangrijkste issues van onze samenleving. Een expert begrijpt niet alleen de samenleving, maar weet ook hoe ze die kan onderzoeken. Daarom ontwikkel je als politieke wetenschapper sterke onderzoeksvaardigheden, die later een belangrijke troef vormen op de arbeidsmarkt. Daarnaast verdiep je je ook in enkele hulpwetenschappen, zoals geschiedenis, recht en sociologie. Dit doe je om de samenleving vanuit verschillende perspectieven te kunnen benaderen. Uiteraard kom je ook rechtstreeks in contact met die samenleving. Je ontmoet politici en diplomaten. Je bezoekt de Europese instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg. En je kan uiteraard kiezen voor een stage en een buitenlandverblijf. Zo geven politieke wetenschappers vorm aan de samenleving, door inzicht in de besluitvorming, het beleid en de samenleving zelf. Na je bacheloropleiding kan je bij ons terecht voor een groot aanbod aan gespecialiseerde masters. Je kan je verder verdiepen in de internationale politiek, de Europese besluitvorming, het overheidsmanagement, e-governance, noem maar op. Of je kan ervoor kiezen om je kennis te delen als leraar via de educatieve master. Keuze genoeg dus om je eigen interesses en ambities vorm te geven. Een afgestudeerde politieke wetenschapper heeft een grondige kennis van de samenleving, in al haar facetten. En een grondige kennis van de methode om die samenleving te doorgronden en vorm te geven. Daarom vinden we onze afgestudeerden terug op heel wat sleutelposities in nationale en internationale overheden, bij non-profit organisaties, maar ook in het bedrijfsleven. Ze leiden onderhandelingen in de Europese Unie, monitoren de naleving van de mensenrechten in Den Haag, bepalen de krijt- en de krachtlijnen van politieke partijen, coördineren ontwikkelingsprojecten in het zuiden, voeren onderzoek naar burgerschap bij jongeren en houden de pen vast bij het uittekenen van het Europese klimaatbeleid. En, indien nodig, leiden zij ons ook door een wereldwijde gezondheidscrisis. Dus waar je ambities en interesses ook liggen, als politieke wetenschapper geef je vorm aan de samenleving rondom jou. Wil je dus met een wetenschappelijke bril kijken naar actuele maatschappelijke uitdagingen en problemen? In ons eigen land, maar ook verder buiten, ben je kritisch aangelegd en sta je open voor andere meningen? Denk je probleemoplossend en wil je de samenleving mee vormgeven? Dan is politieke wetenschappen de juiste keuze voor jou. We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen op onze bruisende campus in Hartje Leuven.